een Engelsman die vroeg na zijn voetamputatie om feedback. Ja, goed ervoor. Bij het onderzoek naar de homofiele begrafenisondernemer kwamen er veel lijken uit de kast. Wat een wolk van een dochter. We zitten zelf ook vaak aan kinderen te denken. Al dus pedofiele Stuart en Henry. Een luipaard is opeens veel minder gevaarlijk met een spatie ertussen. Ik ben een man van mijn woord. Ja, het is goed, Marieke. Te veel zout is slecht voor je. Zo werd mijn buurman afgelopen winter overreden door een strooiwagen. Ik heb het gevoel dat ik over 10 seconden zie je nog wel ga zeggen. Ik ben toch vergist. De politie heeft een verwarde naakte man aangehouden in een kledingwinkel. Ze waren bang dat hij zichzelf wat aan zou doen.